Vandaag zijn we in Japan, maar niet zomaar in Japan, want ik ga vanavond overnachten in een capsule hotel, namelijk de 9 Hours. 9 Hours is een facility die over heel Japan wel te vinden is. En ik ga vanavond hier bij deze ga ik slapen, overnachten en ik ga jullie laten zien hoe het nou is om in een capsule hotel te gaan overnachten. Om precies te zijn, 8:08. En je mocht vanaf 2:00 inchecken in dit hotel. Maar dacht ik, lekker op tijd te komen. Zodat ik al wat lekkere shotjes kon maken. Er overheen kon praten. En alles op en eraan. Maar er was één pot waarvan de gordijnen al naar beneden waren. En als een goede foreigner dat ik ben en een YouTuber, wil ik niet als een gigantische kwebbelkop door die gang heen schreeuwen. Dit one is van mama! Maar dit is dus de plek waar ik vanavond ga slapen. Ik moet zeggen, matras aardig aan de harde kant. We hebben hier een lekker dekentje. Hopelijk is die vanavond groot genoeg, want hij lijkt aan de kleine kant. En hier hebben we een kussen die wel echt ongelooflijk hard en niet heel chill voelt. Ik ga hem even proberen. Ja, dat is geen lekkere kussen. En ik moet wel zeggen, een lekkere kussen is wel deel van een goede nachtrust. Nou, dan heb ik goed nieuws voor jullie. Want deze video is gesponsord door Emma Sleep. Ik heb na mijn vakantie in Japan deze Emma wolkenkussen gekregen. En dat was wel echt nodig. Want ik sliep namelijk op deze twee hele zwakke kussens al voor een aantal jaar. Ik vind het persoonlijk heel fijn om op een zacht kussen te slapen. En dat heb ik wel echt in deze Emma wolkenkussens gevonden. En het mooie is, als je bij Emma Sleep een kussen bestelt, dan kan je hem tot wel 30 nachten uitproberen om te kijken of die wel echt bij jou past. En naast de Emma wolkenkussens hebben we ook nog de Emma 4 seizoenen dekbedden gekregen. Zo komen we heel makkelijk de zomer, maar natuurlijk ook de winter, heerlijk door. Dus ga zo snel mogelijk naar het eerste linkje in de beschrijving en gebruik de kortingscode LINKTIJGER voor wel 10% korting op alle Emma Sleep producten bovenop alle bestaande kortingen van de website. En deze code is 1 maand geldig. Ik wil nogmaals Emma Sleep super bedanken voor de producten en voor het sponsoren van deze video. En laten we teruggaan naar het hotel. Ik ben wel benieuwd wat hier voor de rest allemaal dingetjes zijn. Ik zie allemaal poorten, ik zie knopjes. Ik ben vergeten mijn oplader te halen voor mijn mobiel. Oh wacht, ik heb wel een USB-C kabel naar USB toe, dus ik kan mijn mobiel opladen hier. Nice. Ja, voor de rest eigenlijk hier een dingetje en daar een dingetje voor opstaan denk ik. Dus dit is waar ik vanavond ga slapen. Laten we even de andere vloers gaan checken, wat daar te vinden is. Want die hebben namelijk ook nog een douche waar we vanavond gebruik van gaan maken. Dus laten we het checken. Oké, super nice. De volgende verdieping, waar ook allemaal pots zijn, die is helemaal leeg. Dus ik kan hier gewoon lekker praten wat ik wil. Ik ga niet de pots hierin, want deze zijn niet voor mij, natuurlijk heb ik niet afgehuurd. We hebben dus een boven- en benedenverdieping. Ik slaap op de benedenverdieping, zoals je had gezien. En voor de bovenverdieping heb je een heel mooi trappensysteempje om erboven te komen. Natuurlijk, het ding kan je sluiten en natuurlijk weer openen. Ik ben benieuwd hoeveel licht er uiteindelijk nog naar binnen komt als je eenmaal ligt te slapen. Het is ook lekker cool hier, moet ik zeggen. Lekker fris. En hier gaan we dus vanavond in slapen, joh. We hebben ook gewoon een hotel waar Maris gaat slapen, mijn vriendinnetje. Want die vond het niet zo relaxed om hier in te gaan slapen. Dat is een aparte vrouwenverdieping. Om vrouwen gerust te stellen, hebben we een aparte verdieping voor alles op en eraan. Maar het is in ieder geval niet druk vandaag, behalve mijn verdieping. Maar wel fijn dat dit gewoon een hele lege etage is. Maar ik dus eventjes dingetjes gewoon laten zien. En best wel pots moet ik zeggen. Dit is de hoeveelheid. En dan keer 2 voor alleen de mannen. En dan nog een vrouwenverdieping. En hier hebben we de restroom. We gaan hier eventjes kijken. Hier hebben we gewoon een dingetje voor de... Oh, die is op slot. Oh, alles lijkt hier op slot te zijn. Dit is niet op slot. Oeh, nou, een lekker wc'tje. Kan je kraantje. Hier je zeepie, wc-papier. Natuurlijk een bidet. Je weet hoe dat gaat, bidetje. Lekker. Als je moet gaan kakken, heel nice. Volledige mengpaneel natuurlijk voor. Je kan zelfs een muziekje aan en uitzetten. Over privacy. Ik ben staaf. Wat een langzame kutmuziek. Japan, je blijft me verbazen. Oké. En hier een lekker wastafeltje om uiteindelijk je tanden te gaan poetsen. Vanavond natuurlijk in de ochtend, niet vergeten kinders. En de douches zijn gewoon, daar kan je gewoon naar binnen. Alleen, ik weet dat die man iets zei over het halen van douchespullen. Voor hem moet ik daarvoor uiteindelijk naar beneden. Maar dat doe ik vanavond natuurlijk als ik hier daadwerkelijk ga slapen en natuurlijk ga douchen. Die heb ik nu natuurlijk nog niet nodig. En ik heb nog een lokkertje, nummertje 210. Maar we gaan even kijken wat voor ruimte dat allemaal is. Want dat is hier zo weer terug naar links. Hier zo, 210.
kijk eens aan. Oh, hier zitten ze in. Nou, ik weet één ding zeker. Ik zie je vanavond. En daar zijn we dan weer. Het is nu precies 9:52. En ik heb een hele leuke dag gehad. Mara is afgezet bij het hotel. En nu is het tijd om over te schakelen naar de slippertjes. Hier heb ik allemaal douchespullen in. Die bewaar ik voor zo. En dan ga ik eerst eventjes lekker op bed liggen. Ik denk dat je beter even je tanden kan poetsen, gozer. Er zit nog wat avondeten tussen. Even een filmpje kijken. Even acclimatiseren. En jullie gaan gewoon even lekker met mij mee. Want de douche komt zo wel. What a douche! En ik heb het gevoel dat een aantal mensen al misschien aan het slapen zijn. Dus we moeten wel zachtjes zijn. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik had de ruimte kleiner verwacht dan dat die nu is. Want ik kan gewoon rechtop zitten en er zit nog iets van 3 centimeter boven mijn hoofd. Ik kan tegen de muur aan zitten en de andere kant niet eens aanraken. En qua lengte pas ik hier ook gewoon met slapen. En als er ook één land is wat veilig voelt om dit concept uit te werken, is dat ook wel Japan of zo. Tijd om lekker even wat Zelda te spelen. Daar heb ik zin in. Oké, ik had net eventjes al gespiekt wat hier allemaal in zit. Maar je hebt hier daadwerkelijk een pyjama. Een handdoekje voor je gezicht. Een handdoek voor het douchen. Die ga ik zo gebruiken. En ik had mijn eigen toilettas bij me, maar dat is blijkbaar niet nodig. Ik heb mijn eigen tandpasta en tandenborstel erbij. Voor het geval je die niet bij hebt en ben vergeten. Die gotcha. Eén ding weet ik wel. Hij is net gebruikt. Hij is kletternat. En het ruikt lekker. Dus waarschijnlijk zijn er zeepjes die hier liggen. Very nice. Nou, ik denk dat het allerlaatste is wat jij wil zien, is mijn naakt. Datgene ga ik je zeker weten besparen. Ik ga eventjes een lekker frisse douche nemen. Daar heb ik echt wel zin in. Zo, en dit is de drip. Toch maar even meteen de pyjama aangedaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Staat me best goed. Ik had het gevoel dat het maatje veel te klein zou zijn, maar hij komt gewoon prima over me heen. Alleen qua mouwen. Misschien hoort dat. Het is tijd om onze tanden te poetsen. Ik kom net ook achter dat deze broek helemaal geen zakken heeft. Ik neem mijn mobiel mee. Time to go to bed. Even kijken hoe laat het nu precies is. Het is nu 21:03. Ik ben wel toe aan een lekker tukkie zo. Ik ga even een YouTube filmpje kijken. En dan lekker slapen. En laat ik jullie zo weten hoe de nachtrust was hier. Hey, slaap lekker. Doei. Goedemorgen. Nou, ik kan wel een aantal dingen al zeggen. Ik heb sowieso mijn leven slechter geslapen. Maar ik heb in mijn leven ook veel beter geslapen. Nogmaals, dit kussen hier is best waardeloos. Ligt niet heel erg lekker. Ik dacht dat het matras wel prima zou zijn. Toch een klein beetje last van mijn rug. En zo had ik al wat gedacht. De deken is te klein. Mijn voeten staken elke keer uit tijdens het slapen. Ik ben voor de rest ook wel een vaste slaper. Ik hoef niet snel wakker. Maar die guy die hier zo ligt, dat was een snurker. En nog een paar andere, maar die liggen dan wat verder weg. En tot aan de nacht gingen nog een aantal mensen naar bed toe. Dus je hoorde ze langslopen en hun ding naar beneden doen. Niet mega irritant, hoort erbij, maar wel aanwezig. En vooral zeker in de ochtend, want mensen werden op andere tijden wakker. Dus die hoorde je elke keer weggaan op verschillende tijden. Sommige mensen gingen om 7:00 wakker worden, sommige om 8:00. Hoe laat is het trouwens? Het is 8:19. Ik ben ook meerdere keren wakker geworden door Z-people. En het allerirritantste was om 6:00 in de ochtend, want iemand had namelijk zijn wekker gezet, maar niet uitgedaan. Of die persoon sliep compleet door zijn eigen wekker. Of hij had zijn wekker hier laten liggen en was weggegaan. En ik ga je niet zeggen, ik ging niet uit bed om dat ding uit te doen. Niemand anders ging uit bed om dat ding uit te doen. Hij is uiteindelijk uitgegaan.
Ik heb geen idee hoe, van wie die was. Maar dat was een ervaring. Ik denk dat het tijd is voor mij om al mijn spullen bij elkaar te pakken. En hiernaast een ontbijtje te halen. Wat ook deels van 9 Hours is. En daar heb ik nou even zin in. Lekker smikkelen. Zo, nou, je kunt dan wel weer even lekker babbelen. Overall experience, het was zeker weer een ervaring. Over sommige dingen was ik meer te spreken, had ik minder verwacht. En sommige dingen had ik meer verwacht en die waren wat minder. Een aantal pluspunten waren de hygiëne en privacy. Alles voelde heel schoon en in Japan voel je je in zo'n capsule toch wel echt op jezelf. Ook was het heel fijn dat je in het gebouw ernaast lekker kon gaan ontbijten. En een aantal minpunten waren natuurlijk de lengte van de deken en de harde kussen. Terwijl de ruimte waar ik in sliep nog best wel aan de ruime kant was. Want ik ben zelf 1,85 meter. En het vervelende vooral was dat mensen op andere tijdstippen binnen en naar buiten gingen. En dat maakte best wel wat geluid. Maar overal deze experience, als je in Japan bent en je bent vooral zeker weten alleen aan het reizen, dan is dit ideaal. Zou ik zeker weten een paar dagen is gewoon dit hotel pakken, want het is relatief goedkoop, zeker in de midweken. En het is ook wat rustiger, dus je hebt nog wat meer privacy, nog minder druk. Overal de volledige experience qua hoe alles geregeld is, zou ik zeggen een 7,3. Thanks.